6 jaar oud en een boek kunnen lezen. Vanzelfsprekend, niks mis mee zou je zeggen. Toch zijn er nog voldoende mensen die nauwelijks kunnen lezen of schrijven. In aanwezigheid van prinses Laurentien werd vrijdagmorgen de expositie Lees geopend in het Scription in Tilburg. De expositie gaat over het leesonderwijs, vroeger en nu. En over hoe je leert lezen en het belang van leren lezen. Nood, wies, wind, zus en dan eigenlijk al. Ja, ik ben laaggeletterd. En ik ben eigenlijk begonnen met mijn 22 jaar. Ik heb nog nooit leren lezen, want ik ken namelijk niet lezen. Ik heb op latere leeftijd toch een beslissing gemaakt omdat ik kinderen kreeg. En ik wou mijn kinderen voorlezen, want een boekje vasthouden en rond het plaatje verzinnen, kregen ze op een gegeven moment wel door. Dat op een gegeven moment de kinderen zeiden van mama, waarom sla je nou nooit een bladzijde om? Maar ik heb daarin wel een overwinning voor mezelf getroffen. Ik kan nu een heel klein beetje lezen en schrijven. Ik heb tot mijn 50 jaar geprobeerd om te leren lezen. En toen ben ik bij 7-jarige maatregelen ben ik eruit gerold en sinds die tijd ben ik bij de ABC. Dus de bescherming voor de mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Thijs, Lam, Kees, Bok. Hier ook. Maar ik ben in 72, dus ik wou krijgen dat nummer drukken. Maar ik heb al... Vijf jaar op school gezeten. Naderaan. De komende week staat lezen in het hele land centraal, want dan is het boekenweek. Zaterdag leest u hier meer over in de Spectrum-bijlage van het Brabants Dagblad. Tenminste, als u kunt lezen. Ik vind het een heel mooie expositie. Ja, het doet wel een boekje op, maar het laat ook weer de negatieve kant laat het eigenlijk niet zien. Want er zijn mensen die het niet kennen. 10% van de Nederlandse bevolking kent niet lezen en schrijven.